Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fortune Street samen met Jordi van de Supar Guys. Ik ben vandaag Toad en ik ben als eerste met 48. Ja, blijkbaar. Ik maakte een boeboe en ik dacht we spelen Delfino Plaza, maar we spelen Yoshi's Island. Yup. De vorige aflevering moesten we helaas stoppen door een crash. Ik hoop niet dat het weer gebeurt. De vorige aflevering speelde toch Crash Bandicoot? Nah, je bent zo'n funny joke. Oh. Ja, eerst Other, want ik heb geen zin om naar al dat geblad te horen van Toad en Mario. Zo toch? Ja. Nee, anders is het al heel snel van... Ja. 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 We hebben één beurt gehad en er is niks gebeurd. Oh, nou. Nog één verder. Ja, je kan weer zevens gooien. Oh. Nee. Beetje te vroeg voor een arcade. Ja. Laten we die doen. Waarom zijn er twee schoppensuits en de rest allemaal maar één keer? Omdat Yoshi een schop in zijn aas verdient. Oké. Okay. Klinkt logisch. Heb je Super Mario World gespeeld? Ja. Nou, hoe kan je Yoshi's droppen? Je geeft hem een schop onder de aas. Ja, pak een schop via schop onder de aas. Kabooming. Goed begin van de dag. Iedereen wisselt dan meteen van plaats. Is op zich niet erg, want nu kan ik gewoon naar het klavertje toe. Zonder dat ik een rondje moet lopen. Nee, inderdaad. In theorie kan ik ook nog naar de schoppen nu. Hoppakee. Het heeft je nog geholpen ook. Ja. Dat is je tweede strik, Toad. Doe je goed, Toad. Lekker bezig, dankjewel, Toad. Dankjewel, Bowser. Jammer dat Mario die andere groene heeft, maar ja. Ja, maar ja, hij was daar naartoe geworpt, hè, dus. Mm-hmm. Meteen al aardige prijzen, maar ja. Ik zag hem zo ingooien. Mm-hmm. Ah, random, ergens in het midden. Houdt alle opties open. Ja, ook het feit dat hij stocks kan verkopen zonder die stocks heeft. Ja, je weet, in het begin zoveel mogelijk shops kopen. Daarom. Hé? Nou ja, die suit had hij nog niet, dus... Maar je hebt de schop al. Ja, maar kijk eens, er is een eiland. En wat weten we van eilanden, Milan? Eilanden Touché. Zijn goed. Touché. Eilanden zijn zeer goed. Ik heb alleen niet... Dit is heel handig. Dit was inderdaad heel handig. Ruilen met Mario! Hoe lang wil je de aflevering ook alweer hebben? Jezus, nu al 115. Het is nog maar beurt 4. 147. Nou, we beginnen al goed. Het is alleen jammer dat deze straat zo verdomd lang is. Dat het geen twee delen zijn. Ja, ik zou meteen flink wat geld erin houden.
Ja, geef een 10 voor 115 terug. Maar nu jij zit aardig in de plus. Hoezo doet hij het niet? Dat heb ik altijd. Misschien omdat je dan een monopolie hebt, ik weet niet. Ik snap de AI soms ook gewoon niet. Ja, maar jij krijgt ook gewoon een monopolie. Ja, nee, precies. Dus daarom zeg ik ook, ik snap de... Ik ga nog een keer proberen. Nee, ik had geen monopolie. Ik had, ik had gewoon eentje ingewisseld. Dan zou ik zeggen, flikker gewoon 600 in. Dat is 5 voor, ja. Dat voor de force buyout is. Want als jij nou één gooit en kan force buyout doen, dan heb je hem ook gewoon. Hij doet het. Nou, hele vroege Monopoly. Nou ja, dat tikt aardig aan. Ja. Het enige jammer is, je hebt momenteel gewoon geen stocks of wat dan ook. Milan, we gaan niet naar mijn eiland toe, ik heb een privé-eiland. Het enige jammer van jouw eiland? Tenminste, er is nog niet zoveel van jou bij, maar... Het jammer van dit eiland is dat hij niet een... zo'n venture waar je dingen op kan zetten, zeg maar. Zo'n home, dat je iedereen naar je toe kan trekken. Klopt. Had ik wel erin kunnen zetten dat er gewoon wat vacant plots zijn. Maar ja. Zijn het 6 vakjes? Ja, hè? Ja, daarom zeg ik ook. Het is een willekeurige, maar dat had je me niet verteld. Wat, deze? Ja, dat... willekeurige zoet. Ik vroeg al van 2 schoppen. Nee, dit is gewoon een random zoet. Dus van wat naar degene. Ik dacht al van, waar zie jij 2 schoppen? Maar ik dacht van, weet je wat, misschien kijk ik er overheen. Ik heb 1 voordeel, jij kan hier niks kopen. Nee, dat klopt. Lekker random bezig, Yoshi. Jee! Welke stocks? Die van mij sowieso. Oh nee. Nee. Oeh. Deze plek is al net zo random als Yoshi Island zelf. Shit. Dat is kloten. Nou, ik hoop dat ik weer snel terug kan. Ik heb hier een hele rare pot van gemaakt door iedereen meteen van swap places te doen. Yep. Ik weet ook niet of ik zoveel had moeten bieden. Oh, toch wel. Als je kijkt over de hele linie... Je hebt gewoon een early ding nu. Mm-hmm. En niemand heeft momenteel maar geld. Het probleem is wel dat als ik ergens moet betalen... Dat ik dan, dan moet ik meteen weer een van die dingen verkopen. Klopt, ja, dat is de enige nadeel van Early Monopoly, ja. Mm-hmm. Oké, wat heb ik nodig? Klaver? Ja, ik zou naar klaver gaan. Klaver. En een ruit. Schoppen heb ik al. Kom op, Mario. Oh, dat is veel te veel. Lul. Kaart. Ja. Je kan op jezelf landen, maar in jezelf investeren momenteel heeft geen zin. Oh. Dat is praktisch. Mag ik nu zo meteen heen lopen waar ik wil? Ja, je mag bepalen. Ga je naar links of ga je naar rechts? Ah, dat is op zich wel praktisch, ja. Het is op zich een geinige kaart om altijd te hebben. Mhm.
Ja, ik heb daar geen stocks. Het is echt een rare pot. Wat god voor iedereen. Ja. Oké. Meteen al het geld erin. Early spoilers. Ja. Ook meteen al zijn geld. Nou, aardig wat geld. Mag ik nog een keer gooien? Ja. Ah, oké. Okay. Ik kan gewoon gooien en dan kan je bepalen waar je naartoe wil. Hartje heb je nodig en schoppen. Mm-hmm. Hartje is bovenin. En daar kom je ook net niet aan. Ja, breek je monopolie meteen. Ja, dat is het gewoon. Kijk, het is mooi als je mensen erop landen, heb je meteen goed geld te binnen. Ja, maar dan moeten ze er wel op landen. Ja, maar dat zag je in de vorige bot, zag je het heel goed bij mij. Niemand wilde met dingen landen, terwijl het gewoon gigantisch gevaarlijk was. Ik investeer wel in je Milan. Goed zo. Ook al word ik niet flink genaaid. Ja, nou, zelfs stocks. Kom op. Jezus. Zometeen heeft hij ook nog een early monopoly. Mm-hmm. Dat zou wel wat zijn. Ja, daar heb je niks aan. Nee. Godverdomme. Gezeik. Ja, ik moet ook even iets doen. Oh, dankjewel. Oh, gaat niemand anders toe. Dat was niet mijn bedoeling. Zou die dat doen? Oh, ik kan niet hoger, want hij heeft niet meer geld dan dit. Dat doet hij toch niet? Hé? Waarom zegt iedereen altijd ja tegen jou? Maar kijk dan even wat er gebeurt met die 121 nu al. En dan ben ik ook weg. Nou, kan ik zometeen hetzelfde trucje weer doen? Ik snap even niet waarom je dat hebt gedaan. Ik had nul geld. Dit is niet te geloven. Waarom? Ik had nul geld. Ik had stocks. En ik wil naar het eiland toe, dus ik heb het geld nodig. En dit is inderdaad niet te geloven, nee. En dan landt hij zometeen wel op jou. Nou ja, gooit zo één wedden. Ja, ga naar het eiland. Drie. Dat is niet drie. Maar je landt wel veilig. Je landt wel veilig, dus dat scheelt een heleboel. Mm-hmm. Nou. Hey, kijk. Een beetje een buffer. Oké. Ja, hartstikke mooi Mario, maar die krijg je niet. Die krijg je niet Mario. En dan stopt hij. Ja, het is ook. Ik zit al op 5 keer zijn prijs, hè, dus. Yep. Maar ja, ik wil ook niet dat hij hem nu al krijgt. Het is echt een shop. Het is ook echt een shop van dikke niks, maar ja. Hé, hey, daar komt wel goed uit. Ja.
Dan moet hij alleen wel heel veel stoks gaan verkopen. Ja, hij is nu wel al zijn stoks kwijt, ja. Nou, kijk, bijna al zijn stoks kwijt. Ja. Wij worden hier ingemaakt door de CPU. Ja, dat komt omdat ze nooit op me komen. Nee, klopt. Maar misschien nu wel, nu Mario staat nu voor mij, dus hij moet gewoon... Even kijken. 3 of 4 gooien. Kijk. 3. Kijk, kijk. Dit is mijn 1 naar beste, dus dit is mooi. Heeft hij veel stocks? Dat weet ik alleen even niet. Dat weet ik ook niet. Ja. Ja, hij heeft dan wat stocks. Maar ik zat er in mijn hoofd van, als je geen stocks hebt, dan breken we meteen zijn dingen op. Mm-hmm. Nou, mooi. Promotie. Maar ja, ik kan nu Yoshi tenminste blokkeren. En zolang hij me niet force buyout, ga ik dat ding ook niet aan hem geven. Alleen, ik sta nu wel met Yoshi gelijk voor laatst. Mm-hmm. Nou, derde, hè? Derde is het gedeelde derde. Nou, niet ja, meer, zo zou je het ook kunnen zeggen. Zo sta ik, nu sta ik laatste. Nu niet meer. Of wel? Nee. Ja, ja, nog steeds. Ja, ik sta nog lezen. Ja, ik moet, maar ja, ik... Ja. Hier bijst die shop. Wat een goede shop. Het is inderdaad een goede shop, alleen ja, ik kon niet anders. Als ik dat ding niet had gedaan... Dan had ik gewoon weg moeten gaan. Dan had ik ook gewoon moeten zeggen, fuck it, dan ga ik weer terug naar het eiland toe. Ja. 1. 2. Dat is geen 1. Maar hij is nog niet veilig. Nou. Hoe erg manipuleert onze grote vriend de boel? Valt mee. Ik zag ook nog aan van, ja, het is Fortune Street met Mario. Ja, hier heb je allemaal 777 op alle blokken. Master Mario Strikes Again. Ja, precies. Maar hij is wel een van de moeilijkste difficulties, Mario. Oké. Okay. Maar dat heeft, want onze grote vriend meneer Dragonlord was ook S. Ja, dat is waar. Die snappen pompen, wel niet zo. Pompen. Ik denk dat deze... Daar gaat niemand naartoe. Die? Ik denk het. Het probleem is, heb je zoveel omwegen van. Als je hier denkt van, oh, ik moet die kant op, dan ga ik die kant op, zeg maar. Ja, klopt. En... Alleen niemand staat zo meteen nog daar. Of je kan het verdeeld doen, dan doe je die van 100. Je hebt de stalks, ik zal het gewoon doen. Ciao. Ciao. Kan ik ook nog een beetje mee. Want dan, kijk, nu lift ik op jou een succes mee. Mm-hmm. Hij loopt zo achter op shops. Yep. Maar ja, ik wil dit eiland gewoon hebben, want ja... Het is een eiland. Nou, je bent goed onderweg. Ja, nog 2 te gaan. En het mooiste aan deze is, ik heb ook gewoon mijn eigen suits hier, hè? Mm-hmm. En ik kan zeggen van, ja, ik kom hier niet, klopt. Maar als hier mensen ooit komen... Ja. 2. Dus 3, gaat ie. Dankjewel. Ja, daar is het hartje, hè? Mm-hmm. Hij heeft nog stoks over, maar dat maakt niet uit. 1. Oh. Dat zijn 6 enen. Ook prima. Nou, jij gaat tenminste lekker met dat ding. Ik heb... Het is echt het omgekeerde in alles qua... Ah. Kut. Het is eigenlijk het omgekeerde in alles qua boord. Ja. Oh, mijn was... shops! Ja. Wat een kutkaart. Is het ook. Wauw.
Het is inderdaad een klote kaart. Soms zijn ze zo duidelijk, hè, van, oh, zoet, gewoon tunnelvisie op de zoet. Ja. En soms snap je degene kloten van wat ze aan het doen zijn. Ja, precies. En nu mag je een shop gaan verkopen, dat is heel mooi. Lekker voor hem. Ik heb alleen geen interesse in die. Want, nou ja, het is nog niet gevaarlijk. Nee. Ja, nu kan jij doen, hè. Mario denkt ook, je kan de pleuris krijgen. Nice. Soms ben ik gewoon leuk van de CPU van, ja nee, sorry, vandaag niet. Heerlijk. Het wordt een leuk hoekje daar. Mm-hmm. Zes, ben ik weg? Oeh, ja. Ja, dat is hem. Jongen, nou jij hebt ook wel een beetje geluk hoor. Bij deze? Ja. Zo, daar wil ik echt niet komen. Zelfs stocks. Toch even als me dit lukt, vind ik dat ik heb gewonnen, eerlijk gezegd. Nee. Nu gaat het lekker, of niet? Ja. Yeah. Dus trek dit random. Kom op, Minus. Doe maar dat mooie eiland rechtsbovenin. Hey! Nou, dat compenseert weer die drop van 13% van net. Zo, die ging een partijtje omhoog. Eerst het ding, land Yoshi op die 1600 is die klaar. Land ik daarop, ben ik ook klaar. Land Mario erop, komt hij misschien nog weg. Hij komt op de zoet. Oh, wel zien we een rijtje zet. Let op, doet hij zo meteen. Oh, betalen of krijgen? Krijgen. Zoveel shops heeft hij niet meer, hè? Nee. Nou ja. Oh, jammer dat je de andere kant niet op komt. Dan had je hem. Ja, ach, weet je wat, ik moet ook gewoon nu promotie halen, maar ik ben nog maar level 1, hè? Oh ja, dat is misschien ook wel handig. Ja, land even op jezelf, boost even. Kijk, wat heb je nodig? Je hebt schoppen nodig, die ligt links, hartje ligt links, ja. Beste optie is voor naar linksboven gaan. Ja, of naar schoppen gaan. Ja, ik kan ook schoppen rushen, ja. Ik kan misschien ook wel... Oh, zo kom ik nee, daar, nee. Ja, doe maar gewoon schoppen. Ja. Krijg 1 miljoen euro. Oh. Wat? Je hebt iets met die... Dat is volgens mij het meest vervloekte stuk ooit. Echt. Nou, ik ga wel iets heel raars doen, maar dat is maar om je één gaat hem aan Yoshi geven. Nee, ik ga niet die geven, dat is Monopoly. Ja. Dit is nog geen Monopoly. Wauw. Jij wil gewoon niet dat ik win, ik snap het wel. Nee, ik wil niet dat ik bankrupt ga door jouw straat in te gaan. Zes... Ook goed. Mario, doe je het? Dat doet het niet. Oeh, exchange. Mario, jij krijgt deze. En dan krijg ik deze. Maar dan krijg ik wel 500 gold van jou. Dat doet hij toch niet. Ik denk het ook niet. Nee. Laat eens proberen wat. Nee, ik kan dat wel voor Yoshi doen. Maar kijk, maar Yoshi heeft niks. Yoshi heeft zometeen hetzelfde als jou, die maar één Monopoly heeft. Kijk, ik kan maar... Ik kan het even voor de lol doen, hè. Ga kijken wat hiermee gebeurt. Ja.
Yoshi. Ik ga even flink over de top, want hij trekt toch wel om gelijk. Ik kan niet maar 140 voor krijgen. Oh, okay. Ja, nou, dat is niet waard. Fuck it, dan gaan we deze gewoon auctionen. Steeds meer betalen. Zo. 3,50 ben je er tevreden mee? Ja, dat is prima. Daar kom ik niet mee. Laat ik zo zeggen, als ik dan toch op die 1600 ging, dan was ik toch wel wiped. Maakt niet uit wat. Mm-hmm. Perry heeft gereageerd op de ding, zag je? Oh, hij heeft het. Nou. Weet je wat?